Wat ga je doen met de kerstdagen? Ik vier het met familie en vrienden. Eerste kerstdag met familie en tweede kerstdag met vrienden. Gaan we samen allemaal eten. En dan gaan we allemaal spelletjes spelen en dan in de avond. Ik ga kerstavond uiteten en de eerste kerstdag blijven we gezellig thuis. Dan komen de kinderen, de kleinkinderen. En tweede kerstdag ga ik naar mijn zus. Nou, ik denk dat we gewoon even rustig aan doen en niet te veel spannen verrichten. Want ten eerste, de kerst is voor ons weinig betekenis. Wij zijn moslims en daardoor, ja, wij doen wel weinig mee. Gaat u nog iets met kerst doen? We blijven dit jaar bij onze familie hier in Utrecht. Dus ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Mijn vader zou een verrassing gaan maken. Dus fantastisch, u weet nog helemaal niet wat er gebeurt. Nee, dat niet, sowieso. Heeft u wel last van de kerststress? Nee hoor, helemaal niet. We gaan nu lekker winkelen met ons zoontje, dus we gaan zien. Met de kerst dan ga ik naar mijn dochter toe. Die had een mooi huis, buitenhuisje gekocht en voorthuizen. Ik ga met de eerste kerst naar Nijmegen toe, want daar heb ik gewoond. Met de hele familie, zeg maar. In Volendam heb je de Pius 10, een cultuurhuis. Daar gaat de Drieës optreden. Wauw! Ja. Op eerste kerstdag. Dus jouw eerste kerstdag is al gevuld? Ja. En tweede kerstdag lekker niks doen. Wij gaan de eerste kerstdag gaan we gewoon thuis blijven. En de tweede kerstdag ga ik naar mijn moeder. En naar... Dat weet ik niet meer. En gaan jullie dan lekker eten of ga je spelletjes doen? We gaan meestal altijd spelletjes doen en eten met z'n allemaal bij de tweede kerstdag. Vind jij de kerstdagen leuk? Ja. Wat vind je er zo leuk aan? Dat we met z'n allen zijn en dat we heel veel spelletjes spelen. Wat gaat u hiermee doen? Nou, we hebben zelf nog geen kinderen, maar onze broer en zus en nichtjes. Dus het is altijd leuk om een kind van een ander toe te takelen. Wat gaat u doen met de kerstdagen? We zijn uitgenodigd door onze zoon op de eerste kerstdag. En door de tweede kerstdag ook door onze zoon. Maar de een is de oudste en de andere de jongste. En de ene gaan we samen uit eten en de andere wordt thuis gemaakt. Hoe viert u de kerstdagen? Bij mijn dochter en mijn kleindochters en mijn schoonzoon. Heerlijk. En wat betekent kerst voor u? Kerst, geboorte van Jezus. En gezelligheid, samen eten, knutselen. Kerst is voor mij een soort van geloof. Ja, wij zijn katholiek. Katholiek geloof. Ja, die moet je niet uitnodigen op je kerstdiner hoor. Die moet je er zeker niet bij hebben. Maar gewoon veel gezelligheid met dierbaren om je heen. En wat betekent het voor u die dagen? Dat ik waardeer dat ik ze allemaal nog heb. En dat ik er allemaal nog naartoe kan en gewoon gezellig met z'n allen. Geen last van de kerststress? Nee, zeker niet. Nee. Het is elk jaar hetzelfde. Het is fondue en dat soort dingen. Dus we weten wat we gaan doen. Familie en gezellig samen zijn, tijd voor elkaar hebben. Dat vind ik wel de leukste. Gelovig ben ik niet echt, dus dat is gewoon weer een minpunt misschien. Maar ik beleef het als relaxed. En gewoon gezellig met familie. Nog geen last van de kerststress? Nee, echt niet. Nee, ik doe niet zo moeilijk. Maar meestal maak ik kerstavond wel voor alle mensen, alle kinderen en kleinkinderen een diner. En cadeautjes onder de boom. Maar van het jaar doe ik geen cadeautjes en geen etentje. Ik ga uit eten. Hoe gaat u de kerstdagen vieren? Ik ga de kerst met mijn kinderen thuis vieren. Wat betekent kerst voor u? Heel veel. Het licht in het leven en vrede voor de mens. Fantastisch, dank u wel. Nog een hele fijne dag. Hoi. Hoi. Doei doei. Doei doei.